Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dutch Camel Gamers. Ik ben Wouter en vandaag hebben we weer een nieuwe route. Ja, ik heb veel nieuwe routes, zeg. Jongen. Van Utrecht naar Tiel rijden we vandaag. En het is pikken donker. Vind ik zelf erg jammer. Maar goed, er valt weinig aan te doen. Zo is nou eenmaal het scenario. Eens even kijken of het wat lampjes aan kunnen doen ondertussen dan. Oh, dat is wat de cabin light. Dat zou fijn zijn als die ook aangaat. Ja, die gaat aan. Dat is mooi, want ik had deze wel aangezet, maar ja. Die deed het niet echt. Vreemd genoeg. Zijn we vertrokken? We zijn al bijna vertrokken, joh. Oh. Kijk, dat is ook fijn. 1, 2, 3, 1, die, oké. Okay. Die kan ik niet aan doen. Gaan ze nou weer open? Wat? Nou, dat geeft nog even. We gaan naar Tiel toe, kijken of we die kan vinden. Even kijken. Tiel. Ook van Holland, Hoorn, Leeuwarden. Aansluis, Lenen, Rotterdam. Oh! Ga terug, terug! Tiel, ja! Yeah. Top! Nou, wij gaan vertrekken. Er zit gelukkig geen tijd aan dit scenario. Scheelt altijd een hoop. Doei! Speeding, oh ja, natuurlijk 40 hier. Ik ben benieuwd hoe realistisch dit is. Ik heb net al even gauw gekeken op YouTube. Het valt me weer tegen. Dat moet toch mooier kunnen? Denk ik dan, maar goed. Aan de andere kant, ik maak ze zelf ook niet, dus ik ben al blij dat we het kunnen spelen. Oh, er is nog een wissel, hè? Ik dacht dat het staat op 60. Een overgang? Wat? Er is geen overgang hier. Huh. Oh ja, dat is natuurlijk wel naar de zuidkant, hè? Ja, dat is waar, ja. De zuidkant ken ik minder goed dan de noordkant, dus... dat zou kunnen. Huis vliegt. Tachtig mogen, kijk. We hebben nog 3 kilometer naar Dentelen. Daar komt Dentelen nou aan. En volgens mij is een stuk van deze route naar Tiel ook... al op de Midden-Nederlandroute te vinden. Alleen gek genoeg is die ook op een aparte route te vinden. Hollinchem. Ja, die zit er volgens mij niet in. Ja, dan. Beest. En dit is. Heldermals, oh ja. Oh. Tiel. Oké, de Tiel is dus nog een afslag, zeg maar. Terwijl je hier naar Zaltbommel gaat. Aha. Oh, ondertussen mogen wij natuurlijk al veel harder rijden. Aan de andere kant, we moeten zo meteen weer afdammen, dus ja. Of het nou heel veel verschilt, dat zal mij ook niet uitmaken. Nou, aan de andere kant wel, want het is nog een beste entree volgens mij naar Tiel toe. Culemborg.
speciaal 120 rijden. Gaan we afstemmen. Naar Lentre. Maar wel, dat is misschien wel verstandig. Want het plan komt al verdacht dichtbij. Het sneeuwt dus, misschien helpt dit nog een beetje de buis zo. Oh, zie ik er een missing texture toevallig. Ja, stop maar, stop maar. Stop! Oké, okay, top. Ik zag je net toevallig dat dit pardon volgens mij, ja. Utrecht. Utrecht, Utrecht. En dan? Zet Utrecht op. En dan Lent volgens mij. Lunetten. Oh, wacht even. Lent, ik zeg het Lent. Nou, klankgas. Hoppa, wegwezen. Wat heb ik het allemaal weer verkeerd gezegd? Buiten temperatuur, min 1. Klopt ook nog. Nou, hoppatee. Op weg naar Culemborg. Hier die boompjes aan en die lampen en zo, dat klopt allemaal wel precies. Dat ziet er wel cool uit. Af en toe mis ik wel een paar dingetjes, want dan vliegt hij ineens wat. En, ja, het doet dus ook nog lang niet af als het goed is. Het is ook nog steeds een beter doet. Waarom dat ze dan ermee dan? Ah joh, 100. Dat is heel veel tijd. 10 kilometer, 12. 30 kilometer af te leggen. Een beetje tempo houden. Zodat we nog wel een beetje op tijd aan kunnen komen. Houten. Hé, hey, daar stoppen we gewoon ook helemaal niet. Wij gaan pas weer stoppen bij Culemborg. Wat daar zo is. Oké. Okay. Dan was Geldermals en dan Tiel en dan eindstation van Tiel. Oké. Okay. Je brug doorheen. Maar een besneeuwde winter in Nederland is hier niet veel. Hey, wat was dat? Wacht eens op, dus. Oeh, dit kan je toch helemaal niet lezen, ja. Houten. Pff, donker, daar ben ik echt niet blij mee. Dat heb ik nog eigenlijk. Druk ergens op me. Maar ik heb geen idee. Ik druk op u in ieder geval dat. Wat doe je hier? Wat is de knop? Handcrafted versie, stop. Flamed. Nee, ik kan hem echt niet vinden. Bling. Zes kilometer nog.
erbij met een lampje erbij. Ondertussen rijden wij bijna 160 van deze trein, de maximum snelheid van deze trein. Een verdacht lange trein trouwens ook. Naar Tiel toe. Ik vind het erg jammer dat wij deze trein hier ook gewoon totaal niet hebben in deze buurt waar ik woon. Maar jij moet het nog doen met de oude hondenkop. En af en toe een SGM, dat is ook wel heel wat. Kling, dat is altijd goed om te horen. Hey, Culemburg komt in zicht, dat is altijd mooi. En weer een meertje geval en een brug. Die ik net ook voorbij zou komen, die zo smerig is. Zo. Dan gaan we maar eens afremmen. Afremmen. Ik weet dat ik kwijt te rijden, klopt, maar is dat een de. Is dat van het station of zo? Ja, er zijn lampen boven het station. Gelukkig heeft het station lampen, dat is wel heel wat. Kerstboom. Een besneeuwde kerst, dat is altijd mooi. Is dat het laatste? Ja, het laatste front staat er ook op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat we die hebben. Zo, nou, Culemborg, wat een station. Oh, hier toch nog eentje. Nou ja, station. Het is meer een halte. Top, het lampje is groen. Dus wij vertrekken weer verder. De volgende is Geldermalsen, het grote station waar wij gaan afslaan richting Tiel. Een tunneltje. 7 kilometer, dan is het 16 naar links. En nog eens een keer 18 daar naartoe. Poeh. Hey. Staat hij nou weer hier stil? Die gaan we denk ik binnenkort weer eens een keer rijden. Daar heb ik wel zin in. Zo donker dat ze. Test. Temperatuur. Vloerverwarming.
Schijnverlichting kan ik die niet aanzetten. Ah, hij is wel aan, maar het is niet echt een bepaald licht of zo. Ik kom natuurlijk al in de buurt van het station van Geldermalsen. Maar kerstbomen naast de route. Ik vind het jammer dat dit nou precies in het donker moest zijn. Dan zie je het nauwelijks wat. Oh, oh, oh. Daar komt een sign aan wat niet te doen is. Geel. Dan gaan we eens even afnemen naar de 40, want dan ben ik wel benieuwd wat het volgende sign is. Lidl, reclame. Nou, was het volgende zijn dan. Kom op, was het zijn. Was het anders zijn? Oh, die is echt rood. Nee. Ik had misschien 40 moeten rijden, dat is misschien wel handig geweest. Game over. Het is helemaal niet nodig dat ze er eens zijn. Waarom is dat zijn nou weer uit dan? Houd erop, ja, met die rode zijn. Hier is die ook al rood. Waarom zou die rood moeten zijn, joh? Het is allemaal perfect groen, kan die wezen. Een beetje overbodig om de naam weer op rood te zetten, al die seinen. Ja. En die staat zeker ook weer op de auto van. Ja, ook wel. Wat gaat die trein doen? Die gaat die kant op. Ik snap er helemaal niks meer van. Die is ook rood, dan pas is die weer groen. En ja, approved, ah, zie je wel. Die shiner die. Je moet gewoon op tap drukken. Dat zie je wel, ik dacht al wel, daar klopt helemaal niks van. Zo, Geldermalsen. Oh, een mooi station trouwens. Nee, de trein past er niet eens op, joh. Ja, maar gewoon steekt er bovenuit. Zo, doe maar. Zo'n mooi station dit. Met de minestronensoep. Deze trap nou weer naartoe dan. Overheen en daar naartoe. Wat? Is dat nou weer voor onzin dan? Het zou niet beschikbaar zijn voor de... voor de gemiddelde gebruiker. Oh, wij gaan weer.
Tja, volgende mogen we ook heen. Approved. Niet zo zullen met dit huis zijn, zeg. Tjong. Tiel Passerwaai. Oké. Dan moeten we als goed eens links gaan. Ja. Vreemd. 100 bogen. Dat is mooi. Op naar de 100. Dan leiden wij door Geldermals heen richting Tiel. Terwijl dit richting. Even kijken waar gaat dit heen. Ah, dat hadden we al uitgezocht. Zaltbommel. Zuiden des lands. Snelheidlijn. Oké. Nou ja, wij rijden ook met hoge snelheid, dus nou ja. En hij is nog steeds gewoon prachtig. We hebben nog 5,7 kilometer tot Tiel. En dan zijn we het einde van deze donkere aflevering. Echt jammer, maar ja, het is een route. Ik heb eigenlijk nog geen enkele route in het donker gereden. Omdat zie ik daar aankomen in de verte. En waarom zouden wij de 100 willen en moeten draaien? Pling, inderdaad. Auto's daar. Nou, dan gaan we maar eens een beetje afremmen dan richting 100. Oh, daar komt Tiel aan in de verte, dat is mooi. Waar is het bordje eigenlijk voor het afremmen naar 100 dan? Heb ik het nog niet gezien volgens mij, of heb ik het gemist? Er stond helemaal een bordje 100 naast. Nou wordt hij mooi. Oh. Oké. Nou kom op dit eensporige stukje track. Passerwaai. Oké. Zo, dan gaan we hem daar eens even opgooien. Anders zie ik het wel weer natuurlijk. Oh, die niet. Moet daar weer veel te hard aan komen. Maar, dat doe ik eigenlijk nou al. Ik rijd veel te hard, jongens. Het sneeuwt. Hé, wacht eens even.
Hier, de trein past er niet op. Nou, oké. Ik had misschien een klein beetje op kunnen schuiven nog. Had misschien deze er net precies net niet ingepast. Die voorste die past er echt niet op hoor. Op dit prachtige houten station geval. Ja, sorry hier mensen. Dan gaan we onderweg naar onze eindbestemming van vandaag. Wat is dat dan weer voor ding? Water of zo? Om het me voorstellen. Tiel, pardon 3. Eveneens de eindhalte van deze route. Speeding? Ja, 100. Daarvoor moet ik wel even iets beter afremmen, want anders rijden we tegen het blok op. Wat ook nooit was een fout test. Ja, het echt rijden de trein natuurlijk nooit tegen het blok op, maar zo'n deel langzaam tegenaan zetten. Zo, kijk of wat er dan gebeurt. Als hij dan zegt meteen dat ik gecrashed ben of. Zo, dan gaan we in ieder geval even netjes, zoals ik dat eigenlijk hoor te doen, het station binnenrijden. Geel, dus 40. Nee, hier is een bordje 60. Oké. Een bordje, dat doet helemaal niks. Handig. Nou, het geel betekent dat we 60 moeten, dus dat vind ik heel belangrijk, hè. Ja. We gaan dus gewoon naar links toe, dacht ik. Yes. Zo, welkom in Tiel. Klein stukje doorlopen. En dan zal ik hem kijken of ik hem tegen het blok aan kan zetten. Nou, we zijn in ieder geval geheel op het bron, dat scheelt. Dan zit ook. Nou, eerst even testen of hij hem er tegenaan wil zetten. En dan zet hem daarna wel een stukje achteruit. Kijken of hij hem tegenhoudt of wat hij doet. Nou, daar komt hij, hè. Dat vind ik een hele nette. Zullen we nog iets doen? Netjes. Ja, daar hou ik van. Oké, top. Ik wil jullie bedanken. In het licht van dit pardon. Voor het rijden op deze route naar Tiel. Als jullie het leuk vonden, geef het vooral een duimpje of een reactie. Als je misschien ook in het licht wil zien ofzo. En abonneer op het kanaal als je meer van deze leuke video's wil zien. En dan hoop ik jullie later terug te zien.
Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei!